Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we jullie weer een nieuw deel van het Phantasialand pretpark. Vandaag gaan we weer wat nieuwe attracties doen. In het Mexico gedeelte zijn wij, of gaan we in ieder geval beginnen. We gaan dan in de Talocan. En we willen ook nog hier eerst nog een beetje wat laten zien van het mooie bouwwerk van Mexico zelf. Gebied. De wat? Gebied. Gebied. Kijk hier, kijk. Mooi. Want hier gaan we dadelijk in. De Talocan. Oh, hier? ja. Dat is zo'n soort bank. Maar hier, waar zit dan hier? Want even kijken. Oh, dit is weer nee, hier ga je naar Afrika. Ja, hier ga je naar Afrika toe. Afrika. Dit is een hangachtbaan. Maar we kunnen nog wel even gaan kijken naar die ene wat we in de vorige aflevering zeiden. Ja. Die steilste wildwaterbaan. Daar moeten we toch naartoe om richting de attractie te lopen. De steilste wildwaterbaan van de wereld. Zeker. Dat geloof ik niet. Dat is toch echt? En hier beneden, waar we nou overheen lopen, daar zit een ijsshow. Kijk, en dan loop je hierdoor. En dan is daar die attractie, daar gaan we zo naartoe. Ja. En hier heb je normaal Chiapas. Dat is die waterbaan. Die wasserbaan. Kijk, en hier is die drop. Die gaat dan vanaf daarboven. Gaat die schuin? Ja, zo zoef je naar beneden. En dan gaat hij hier onderdoor. En dan gaat hij nog een keer omhoog en dan pas maakt hij de plons. Ja. Oh, die gaat schuin, dat wist ik helemaal niet. Ja, die gaat echt hard. Deze was ook in onderhoud nu. Ja, dus die kunnen we helaas niet doen. Ai. Maar wel een goede reden om dan een keer terug te komen. Zeker. En hier heb je, kun je goede nachos eten. Hier in dit ding. Zeker. En hier is een ijsshow. De Cocorito. Of was het Tocho... Ah, jammer. Chochorico of is het Cocorico? Cocorico. Cocorico. Ja, dan gaan we hier nou naar Talocan. Talocan. Oh, je gaat wel sneller, jongen. Gewoon sprinten en rennen en springen. Spannende muziek. Ja, dit is heftig. We gaan hier naar de voorste rij. We kunnen mooi uitkijken. Beetje in het midden gaan zitten. Ja. Pienze. Hij komt er even controleren. Ik tik ze al die waantjes aan. Oh! Tikken. Hé, hey, vliegen wat hij doet. Hé, hey, de vloer gaat naar beneden. Wai, yo. Ja. Kijk, deze kan dit niet draaien. Ja, weet niet. Misschien wel. Er wordt iets verteld, of niet? Nee. Ja, nu wel. Die kaart. Ah, is terug. Tik. Je hebt Ayo. Oh! Er zit helemaal nergens aan vast. Die kaartjes zweven gewoon. Ja. Nou ja, ze gaan in ieder geval wel redelijk. Oh, toch niet. Meteen allemaal uit elkaar. Ja, dat is mooi om te zien. Het zwaar, jongen, die server. Het zwaar. Nee, hoezo? Hij zit toch eigenlijk in de muur vast? Of niet, die kaartjes? Nee, hij zit aan de hout aan de zijkant. Er zijn van die armen, ja. Van die armen en die draaien rond. Maar nee. Deze is wel heftig, hoor. Als je hier nou in de lading gaat. Ja, hier ga je echt vaak over de kop. En dan spuit hier aan de voorkant vuur en water uit. Ik denk dat ik in zoiets ook redelijk... Zoiets is leuk voor één keer, maar dan moet je niet nog een keer blijven zitten. Dan ga je echt kitsen. Ja, ik denk dat ik dat na een halve keer al doe. Dat ik dan nou hier op dit punt zeg, ja, weet je wel, ik wil eruit! Ja, laat me zitten. Nee, wat zeg je? Blijf maar zitten? Oké, is goed. Nee! Ja, te laat. En dan heb je dan ook dat die kaartjes hier een beetje schuin kunnen bewegen, of dat niet? Ja, en ze draaien ook rond, hè. Maken, dus ze gaat echt over de kop. Soms echt 3-4 keer achter elkaar, dat is zo woesh, 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 woesh. Achteruit. Ja, dat is echt heftig. Heftige shit. En hebben ze hier dan ook van die draaier dingen? Iedereen lachen, wij kotsen. Soms hang je ook echt gewoon helemaal op de kop. En dan draai je zo'n halve ronde helemaal op de kop door. En dan op het einde laten ze je pas los. Pak oh, maar dit is dan niet elke keer hetzelfde, of wel? Jawel, dat wel. Oké. Okay. Oh, maar nee, niet elke draai, dat niet. Nee, maar ik bedoel,
Dat ze gewoon drie verschillende dingen hebben of zo. Dus dat de ene keer net iets anders is dan de andere keer. Maar... Ho! Vuur! Wat doet hij dan? Helemaal zo. Hey, kijk eens. We hebben het overleefd. Tik. Als je nou hoestneiging hebt, dan kun je het beste thuis blijven. Ja. Hoest met jou? Oké. Waar we nu naartoe gaan. Even kijken, want Mexico hebben we nu gehad. Ja, we gaan nu richting Berlijn. Berlijn? Loop me maar mee. De Wellen. Nee, die Wellenvloeg, dat zijn van die, echt van die kleine dingetjes. Oh, oké. Okay. Dat is echt een draaimoletje en zo. Maar er is wel één vet ding, maar we straks al, of in de eerste aflevering, zeg maar, waarbij toen we binnenkwamen, daar zijn we toen al langs afgelopen. Nee. Oh. Ja, dat is die Wellenvloeg, volgens mij. Maar we gaan nu naar Das Verrückte Hotel Tartuffe. Staat er... Oh, regels. Staat er echt in? Wat? Oh ja, Das Verrückte Hotel. Waar ben jij? Ja. Ja, ik was even van die. Maar dat is wel grappig, want dat is een hotel van een hotel-eigenaar en die is daar zijn verstand verloren. Vervloed. Dus daar werken allemaal van die gestoorde mensen. Het is een hotel waar helemaal op zijn kop staat. Een soort Jimmy Tent. Jimmy Tent. Ja, serieus. Fucking grappig. Jimmy Tent, armen ophalen daar aan die open band. Muziek is al fucking grappig. Jimmy Tent. Hey! Oh, dit is gewoon één voor één dat je erin zou moeten. Gooi, nee, je gaat met de lift naar boven. Die muziek is zo grappig, jongen. Hey, we moeten werken in de lift. Huh, waar ben jij nou? What? You have entered the show area. Players who enter this area are not visible for you. Oh, hierboven, dat is een manneke, zie je? Oh, ja. Die zit dus nou te vertellen van, yo, ik ben hier de hotel-eigenaar en ik heb hier mijn verstand verloren. Hij heeft één tandje. Hij heeft zijn gebitje ook verloren. Yo, ook inderdaad echt niet. Which I can understand. Just follow the exercise. Hoor alleen helemaal niks. And if you happen just to follow the exercise. Sense, well, hoor jij wel wat? I've lost it years ago. Ja, een beetje. Ik hoor iets echt helemaal years niks. Ago, bla bla bla. Gaat die deur nog open of was het nou de... Ah ja, kijk. Zie ik jou nou wel of ook niet? Ja, nu wel. Ah ja. Ja, hier kun je dus allemaal gewoon doorlopen. Oh ja, dit is... Nee, Jimmy Tent, hoi! Dit is zo'n ton hier zo in blijven staan, dat je over de top gaat. Hoi! Oh, hier zit een mannequin in! Ja, het is zeg maar zo, het hele hotel is zeg maar omgedraaid. Dus soms heb je een dak is op de grond en soms op de muur. Hoor je nu wel nog muziek, of niet? Ja. Nee, hey, mannequins! Ja, hier kun je dan opspringen en dan gaan ze ook normaal ook zo omhoog. Dan zeggen ze, oeh! Emergency stop. Een soort keuken of een soort badkamer. Wat is dan allemaal? Hey, is een lopende band. Parkour. Oh ja, dit zijn lopende van die kussens, band. Zeker? Ja, van die kust. Van die zakken, die kun je tegen elkaar aangooien. Dat is fucking grappig. Zwart beeld. Of niet, helemaal in dat ding. Oh, hier kun je door. Vast. Is een soort glijbaantje. Kom hier uit. Ik loop alleen maar randjes. Dit is zo'n gare tunnel die ronddraait. Als je daar lang in blijft staan, dan word je helemaal scheel. dit is ook fijn, dit. Hoe wil die hier omhoog gaan? Dit is echt een parcours hier. Dit is zo'n trap die verandert. Dat is ook kapot irritant. Oh, ik heb hem wel een beetje door al. Die bovenste die verandert sneller, of niet? Helemaal draaien hier op die plaat. Bijna. En maar draaien. Echt? Werkt dat? Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat. Oh, lekker man. Oh, wacht, je moet hier je brightness op moody zetten. Wat staat daar? Brightness. Oh, bij video moody. Settings. Heb eens. Hey, Dolof. Hoi. Oh, maar ik schrik mijn eigen kapot. Maar je kunt het wel redelijk zien als je naar de grond kijkt. Ja, dan kan je wel zien waar je misschien naartoe moet lopen, maar dan weet je niet wat het einde zit.
kan mijn brightness maar mooi moog zetten. Weinig moody. Hey, bright. Brightness. Brightness. Brian! Oh, je kan hier wel doorheen. Waar zit hier? Niks. Bijna. Een liedje. Ah, kak. Kan niet verder. Och, nee. Oh! Waar de knetter is die... Hier moet er achter in die hoek eruit. Hier, jongen. Oh, je moet gewoon uit dat schilderij. Ja. Lol. Ik zat daar te zoeken. Ik stond daar al. Dit is een piano. Wieuw! Hier, lopende band. Hij werkt nog echt ook. DVHT. Oh ja, hier is zo'n scheve trap normaal. Hier kun je op allemaal van die dingen klikken. Dit is weer zo'n rollende band. Hey, armpje! Armpje, oh, je kan niet springen. What the fuck is dit dan? Oh ja, dit is een glijbaan. Hey! Kom erin. Hey, kip. Hey, glijbaantje. Zijn we nu weer hier op het plein? Kijk eens, pleintje. Hij duurde toch iets langer dan verwacht. Ja, die doet best wel lang. Dat was hem dan volgens mij weer, of niet? De talenkan hebben we gehad. Ik ga even kijken of dat we die zweefmolen nog even snel kunnen doen. Oh ja. Ik ben wel benieuwd hoe die werkt dan. Ik denk dat hij niet eens open kan. Oh jawel. Oh, maar ja, dat is die wel een fluk. Ja, zie je, die werkt wel. Hier spuiten ze aan de zijkant, dat kan maar water omhoog. En ik heb zo'n lange benen dat mijn schoen zeiknat was. Schoen! Oei, gek. We moeten gewoon een kleermaker zit. Kom je even dicht bij jou zitten en dan schup ik je daar zo onderweg. Ja. Oh. Dat was het verkeerde knopje, denk ik. Knipke. Oeps, zegt hij ook. Kan gebeuren. Hey, daar gaat ie. Maar is normaal hier dit gedeelte ook best wel leeg? Ja, dit is gewoon eigenlijk meer ook een beetje het openingsgebied. Dus hier ben ik eigenlijk nooit echt. Hier was die Efteling-ingang toch? Daarachter bij de groene ding. Oh ja, 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 dat is gewoon de hoofdingang. De Efteling-ingang. Ga je skippen. Dat is altijd mooi, jongen, in van die zweefmolens. Zo ver moet ik naar voren wippen om iemand vol in zijn rug te stampen. Die zweefmolens, daar word ik ook al misselijk in. Ook van die Toverland, jongen. Ik had de rest van de dag kop heen. Je was echt bang, van. Jongen. Meer janken. Nee, maar hij gaat ook omhoog en naar beneden. Hij heeft ook echt... Zeker? Een beetje zo'n hoekje. Niet niks, dit. Wat zeg je nou, drie keer niks? Nee, dat is niet niks. Dat is drie keer niks. Of waarom, hè? Doe het nog lang ook. Hè? Doe het nog lang ook. Ja. Ik heb die hem. Kreeft. Krekeltje. Kan hij hem ook gewoon stoppen? Hey, stop eens! Hoe is het? Hoe is het? Goed! Hoe is het nou? Hoe is het nou? Die vind ik echt zo grappig. Oh. Exit. Ja, hebben we weer gehad voor deze aflevering, godmejaar. Dat was hem weer, mensen. Vonden jullie hem leuk? Laat dan zeker even twee keer een duimpje omhoog achter. Oh nee, trouwens, doe maar drie keer, want dan is hij meteen weg. En dan zien we de volgende keer weer. IP in de beschrijving.
Later, hè. Later.